Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven de zuidelijke helft van het land is het flink bewolkt, en ook in de noordelijke provincies komen wolkenvelden voor. In de tussenliggende gebieden zijn er brede opklaringen en kan de temperatuur toch behoorlijk oplopen in de loop van de middag. Op sommige waarden kan het binnen de bebouwde kom zelfs warmer worden dan 20 graden. In de buitengebieden is het ietsjes koeler met maximaal een graad of 18 à 19. Boven Duitsland zien we wel behoorlijk wat stapelwolken liggen die richting dat opklaringsgebied trekken. Die stapelwolken worden dikker en die ontwikkelen zich later ook door tot buien. Mogelijk met onweerhagel en lokaal opnieuw net als gisteravond veel neerslag in korte tijd. Voor die buien is dus een code geel afgegeven door het KNMI. De code geel geldt dan met name voor de provincie Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Ook in het Waddengebied kunnen later nog vanavond nog onweersbuien voorkomen, maar dat zal waarschijnlijk slechts een enkele bui zijn. Actueel op de radarbeelden nog niet heel erg veel te zien. De lichte buien boven het noorden van het land die stellen niet heel veel voor. Boven het zuiden van het land daar kan het af en toe licht regenen. En helemaal in Midden-Duitsland precies op de rand van het radarbereik daar zien we dan een bui binnenschuiven. Daar zit de eerste bui met wat onweer, maar dat duurt nog eventjes voordat die onze landgrenzen heeft bereikt. Vanavond dus brede opklaringen, maar ook wolken en uh, soms af en toe ook een paar buien. Die buien kunnen gepaard gaan met onweer, hagel. En soms ook windstoten. Temperaturen wel hoog, voor de, zeker voor de tijd van de dag, maar ook voor de tijd van het jaar. Normaal is een maximum temperatuur van 13 graden zo'n beetje voor deze tijd van het jaar. En dan zelfs in de avondtemperaturen die er nog ruim boven zitten. Vanavond en vannacht, later vannacht, dan trekken de buien allemaal weg, wordt het vrijwel overal droog en de temperatuur daalt naar zo'n 7 tot 10 graden. Daarbij waait het dan meest matig uit het noordoosten. En de wind neemt in de loop van de nacht wat verder af, waardoor lokaal een mistbank mogelijk is. Morgen opnieuw wisselend bewolkt en daarbij een stuk warmer dan vandaag. 18 tot maar liefst 21 graden in het binnenland. Daarbij een meest matige wind uit het oosten tot het noordoosten. Ook later op de dag kunnen er opnieuw een aantal buien gaan ontstaan. Mogelijk lokaal weer met een klap onweerhagel en plaatselijk ook veel neerslag. De kans daarop is het grootst in het westen en zuidwesten van het land. De komende dagen. Het blijft liggen wisselvallig op de vrijdag. De zaterdag valt er dus slechts een enkele bui en op zondag is het waarschijnlijk helemaal droog. Temperaturen vrijdag ietsjes lager door de hoeveelheid bewolking en buien. Zaterdag en zondag dan gaat de temperatuur weer in de lift met op zondag op veel plaatsen temperaturen boven 20 graden. Ook op de langere termijn zien de temperaturen er heerlijk uit. Temperaturen s'nachts niet heel veel lager dan een graad of 8 tot 10. En overdag misschien later, volgende week zelfs wel de eerste regionale zomerse dag. Met een maximum temperatuur van 25 graden. Het lijkt er in elk geval op dat we voorlopig met temperaturen in de middag te maken hebben tussen de 18 en 20 graden. En helemaal op de lange termijn, dan wordt het misschien iets minder warm overdag. Maar blijven we met temperaturen boven de normale waarde voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl.